Claudia de Brei, 48, onthult haar ultieme wens voor haar begrafenis, een hilarische scène uit Monty Python's Life of Braille. In het programma bij Van Duin op de achterbank deelt de cabaretière haar liefde voor de geniale grap waarin Braille zijn volgelingen aanspoort tot individueel denken. De Monty Python-klassieker uit 1979 vertelt het verhaal van Braille, per ongeluk gezien als de messias, wat leidt tot absurde situaties. De brei is vastberaden om de iconische scène op haar begrafenis te laten vertonen, overtuigd dat het de beste grap ooit is. Deze grap heeft alles, zo goed, prijst ze. Ondertussen schittert ze in haar nieuwe show Wat Als, die binnenkort in première gaat in Theater Carré, Amsterdam. Na bijna een jaar thuis met een kleine midlifecrisis heeft de brei hernieuwd plezier op het podium. Ze benadrukt het belang van kunst die perspectieven kan veranderen en geeft aan dat haar voorstelling niet per se ieder smaak hoeft te zijn. Haar artistieke reis brengt niet alleen vreugde op het podium, maar ook een persoonlijk besef van vrijheid en acceptatie.